Oh nee, het is helemaal ontploft. Als je iets kapot hard hoort blazen op de achtergrond, het is mijn laptop. Mijn laptop is heel blij met mij. Hey guys. Ik had voor vandaag een fantastische aflevering van The Sims Middeleeuwen in de planning staan. Maar als je mijn vlog hebt gezien op mijn hoofdkanaal, mocht je mijn hoofdkanaal niet volgen, dat kan je doen via deze button hier. Ja, was gewoon niet helemaal gelukt. Dus ik ga wat anders doen vandaag. Ik merk toch dat ik de hele tijd terug wil naar die oldschool games. En ik wilde vandaag zeer oldschool gaan, namelijk Rollercoaster Tycoon 2. Maar de game crasht de hele tijd, dus we gaan 3 spelen. Want dat heb ik ook heel veel gespeeld vroeger. Mocht je niet kennen, Rollercoaster Tycoon staat al echt super, super lang. Je hebt 1, 2, 3 en dan heb je World. Ik heb die World ook wel op mijn computer staan, maar die wordt zo slecht beoordeeld. Dus ik dacht, nou, voor vandaag gaan we het in ieder geval even leuk houden. En dan misschien voor een andere keer kan ik nog wel die World proberen, even kijken waarom mensen het zo slecht vinden. Ik heb een gaming PC gekocht. Als het goed is, komt die aan het einde van de week binnen. Oh, dat zou echt zo lijp zijn. Ik kijk er zo erg naar uit, zodat ik gewoon alles kan spelen zonder complicaties. Maar tot die tijd moeten jullie het doen met oldschool games die niet zo zwaar zijn. Dus laten we beginnen. Dit is Rollercoaster Tycoon 3. Oh, en ik heb het trouwens niet uitgelegd, maar het is dus de bedoeling dat je een themapark maakt. Dus dat je een attractiepark maakt. Je hebt in deze versie ook nog dat je zwembaden kan maken en dierentuinachtige perikelen. Het leuke was dus dat je in deze versie zelf poppetjes kon maken. De Peep Designer. Create a new group. Kijk, dit is leuk. Gaan we toch weer een soort van een beetje terug naar de Sims. Dit is de familie Pinda. Oh, en de eerste heet Bob. Oh, dit wordt hem. Ja, mooi kuifie. Ik kan of lange mouwen of korte mouwen. Oké. Zo. Hey, dit is een stoere blouse. Deze mag die hebben van mij. Oh, heel funky. Misschien maak ik hem wel echt sick funky. Ja, oké. Dit wordt hem. Zo'n goede outfit. En hij houdt van crazy rides. Die andere heet Jaap. Kijk, dit is Jaap. Heel mooi. En Jaap is ietsje subtieler dan Bob. Of niet? Of zal ik hem ook heel heftig doen? Ja, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Kijk, hij krijgt het groene tracksuit. Oké, en Bob en Jaap hebben een kindje. En die heet Violet. Klein kindje, oké, ja. Ik wil dat ze bruine haren heeft. Dit is heel schattig. Oh, wat kijkt ze zielig. Kijk, mooie streepjes en dan mooi broekie. Ja, perfect. Dit heeft voor de rest niet echt een functie. Behalve dat nu wel echt deze familie dus ook naar mijn park kan gaan komen. Maar dat zien we straks dan wel. Gaan we nu beginnen aan ons themapark. Oh, wat zal ik doen? Wat voor thema zal ik doen? Ik kan zoveel dingen kiezen. Je hebt echt zo dino's, je hebt safari. Oh, dat is echt... Oh, het is echt enorm. Enorm. Jeetje. Ik heb even iets meer houvast nodig. Wacht, nee, wacht. We gaan toch terug. We gaan toch de career mode doen. En dan, ja, dan ga ik toch gewoon het themapark doen. Hey, ik heb al iets gemaakt. Misschien wil ik wel dat dino-thema. We gaan op dino-safari vandaag. Misschien kan ik wel weer opnieuw een dino... Wow, er staat al van alles. Wacht, hier had ik niet over nagedacht. Maar, wajo, is dit kots? Wajo, waarom ruimt niemand dit op? Wat een tering, sorry. Nou ja zeg, waar zijn de schoonmakers in dit park? Oké, wacht, sorry. Ik ben zo wisselvallig, maar ik ga toch nog even terug. Ik wil even iets minder chaotisch. We gaan gewoon naar deze. Ik denk dat mijn pakketje er is. Ik hoorde iemand heel hard remmen. Kijk, dit is top. Oké, hier heb ik iets meer ruimte om gewoon lekker te spelen. Oh, ik zei het je. Oké, even kijken waar we mee te maken hebben. Kijk, hier ligt het kotspercentage al een heel stuk lager. Dit is mooi. Wauw. Dit is mooier dan wat ik zelf ooit heb gebouwd hier in dit spel. Okay, en dit is een attractie die we hebben. Dit is de Tumbler. Hier staan geen attracties en dan hebben we hier een... achtbaan. Zo, kijk nou wat leuk. Oh, kijk wat een leuke wagens. Dit zijn vliegtuigjes. Dit spel heeft zoiets leuks. Ik ga het je nu laten zien. Dit spel heeft dus de functie dat je als het ware in zo'n wagentje kan gaan zitten. En dus ook first person kan kijken hoe die achtbaan dan gaat. Dus ik ga het je nu laten zien. Even kijken. Kijk. Oh, dit was echt mijn favoriete gedeelte toen ik jonger was. Ik ging gewoon de hele tijd in allemaal achtbanen. Oh. Wee! Dit is dan nog niet zo'n hele super enge. Je hebt echt achtbanen waarvan je denkt van, wajo. Hier ga ik alleen in als ik een sterfwens heb, want ik krijg sowieso een hartaanval. Oké, nou deze was niet zo heel boeiend. Oké, er valt me gelijk iets op, namelijk er is geen eten. Geen eten, geen drinken. Laten we dat in eerste instantie eens even gaan fixen. Ja, en wat ik dan altijd deed, is dit is echt volgens mij zo super lelijk, maar dit is wat ik altijd deed. Ik maakte dan van die... paadjes. Nou, dit had eigenlijk ook maar 1 rondje hoeven zijn, maar dan zet ik wel 2 kraampjes naast elkaar. En dan konden mensen zo om die kraampjes heen lopen. Kijk, eten. Oh,
Oh, ik heb nog niet zoveel voor om te kiezen, omdat ik dat nog niet vrijgespeeld heb. Oké, burgers of ice cream? Ja, misschien gewoon allebei. Ik ben heet het allemaal sneltoetsen aan het gebruiken die eigenlijk bij de Sims horen, maar niet werken in dit spel. We gooien die prijzen een beetje omhoog. Wow, ik kan zelfs kiezen hoeveel kaas en augurk erop zit. Ja, van mij mogen de klanten zelf kiezen. De klant is koning in mijn attractiepark. Hey, we hebben het nog helemaal geen naam gegeven. Oh ja, het heet Vanilla Hills. Nou, dat gaan we mooi weghalen. Ons park heet Hot Krokantje. Dat vind ik mooi. Entrance fee gratis? Hè? Wow, dus de entrance is gratis en dan moet ik gaan verdienen op de... Ja, dan moet ik die hamburgers nog duurder maken. Laten we maar gewoon heel veel kraampjes neerzetten. Dit is de ijswinkel. Ballonnen. Ja, tuurlijk willen wij ballonnen. Kijk, het is dan niet goed voor het milieu, maar gelukkig is dit een fictief spel. Want al die sukkels laten die ballonnen los de lucht in. En als er iets is wat je niet moet doen met ballonnen, dan is dat het wel. Oh, wat voor kleur zou ik ze geven? Geel. Wat kunnen we nog meer? Drankjes. Drankjes zijn ook nodig. Ja, en een wc'tje is ook niet onbelangrijk. En een pinautomaat, want mensen moeten hier geld uitgeven als een malle. Wat is er nog meer? Informatiedesk en eerste hulp. Ja, ook belangrijk. Je ziet al dat ik niet... Nee. Oh, wacht. Ik had hier ook nog allemaal plek. En dan heb ik nog één plekje over. En dat is voor de eerste hulp. Voor als mensen een chronische kotsaanval krijgen van mijn super mooie attracties die ik nu ga bouwen. Oh ja, even landscapen. Hartjes. Ja, ik doe hartjesbomen. Oh, prachtig. Heel veel hartjes om alle plekken heen waar ze geld kunnen uitgeven. Want dat is een positieve associatie. En een paar bankjes. Want mensen moeten ook kunnen uitrusten met hun lekkere hamburger op hun schoot. Yes, sir. Oké. Dit is ons epicentrum van het geld verdienen hier, wat ik hier heb gebouwd. Ik kan natuurlijk ook geld vragen voor de attracties, maar dat vind ik ook weer zo naai. Dat vind ik echt een naai streek als je moet betalen voor attracties. Dan doe ik nog liever gewoon entree betalen voor gewoon het park zelf. Maar ja, dat kan ik blijkbaar niet veranderen. Oh, kijk wat hier staat. Hot krokantje. Oké, zijn er al mensen drinken en eten aan het kopen? Ah, ze kopen ballonnen. Oké, tijd voor een attractietje of 5. Kijk, dit is best wel een wilde attractie. Dit is wel een enge attractie. Dus misschien moet ik iets bouwen voor de kids. Bijvoorbeeld een merry-go-round, want daar houdt ieder kind van. En dan doe ik dat zo lekker gezellig bij de boom. Oh, het was de bedoeling dat hij onder de bomen kwam te staan, maar hij heeft gewoon een paar bomen gesloopt. Maar dat is ook prima. Kijk, het leuke is dat je dus ook helemaal die kleuren kan aanpassen. Je kan echt, net zoals bij de Sims, kan je hier echt compleet mental op gaan. Oh, wacht. Dit is de kleur van het pad. Maar ik wil eigenlijk de attractie zelf aanpassen. Kijk, geel, dat is leuk. En dan doe ik er ook groen bij. En blauw. En dan moet eigenlijk bij dit soort plekjes, moet dan hier iets om het op te vullen. Dus bijvoorbeeld een fontein of een giant butterfly. Waarom ook eigenlijk niet? Hopske. Ik hou echt van al die gigantische dingen. Kijk, giant marshmallow, gumdrop tree. Kijk, dit is toch perfect, jongens. En dit had je dus ook echt zo heel leuk in Rollercoaster Tycoon 2. Ik ga er nog wel voor zorgen dat hij het gaat doen, hoor. Maar hij crashte de hele tijd, dus ik kon het niet spelen. Een slak? Ja, die wil ik ook. Feit is wel dat mijn attractieparken altijd een beetje mental... Oh, kut. Feit is wel dat mijn attractieparken altijd een beetje mental worden. Dus ja, je zit nog steeds naar mijn video te kijken als je je misschien afvroeg of je in een gekke trip zat. Kijk, dit is ook zo'n lege plek die een beetje spice nodig heeft. Oh my god, ik kan hier een billboard plaatsen met een custom image. Kan ik hier mijn eigen kop opzetten? Oh my god, het kan. Oh, oh shit. Oh. Oh yes. Wat? Oh, dat heb ik nooit gezien vroeger. Ik ga gewoon mijn kop overal plaatsen. What up, dudes? Jullie zijn in mijn park. En dat zal ik jullie duidelijk maken ook. Kijk, ik heb er een mooi heggetje voor gezet. Dit is echt niet oké. Ik wist helemaal niet dat dit kon. Ach, ook al scroll ik helemaal uit, dan zie ik mezelf nog steeds. Oké, tijd voor een beetje spice. We hebben iets spannends nodig in dit park. Thrill rides. Kijk, dat is wat we nodig hebben. Wat zal ik doen? Zo'n skysling. Die is keigroot. Dan word je zo de lucht ingesweeperd als een katapult. Oh, ik bedenk opeens dat ik helemaal geen medewerkers heb. Oh, ik heb er 3. Oké, maar dat is te weinig. Ik heb er nog meer nodig. We hebben nog veel meer schoonmakers nodig. Kijk, jij. En jij mag daar. Nou, misschien dan nog 1 security. Maar ik denk niet dat het nodig is. Maar dan nu mijn favoriete onderdeel. De entertainers. Kijk nou. Hier hebben we een panda, maar ik kan er ook iets anders van maken als je dat leuk vindt. Oh, een olifant kan het worden of een gekke pompoenenkop of een alien. Mijn persoonlijke favoriet, de haai of een tijger. Oh, misschien zet ik wel gewoon mijn hele park vol met haaien. Dat vind ik zo leuk. Mijn hele park vol met het dier waar ik het meest bang voor ben. Als dat niet goed omgaan is met je angst, dan weet ik het ook niet meer. Oh, misschien mag er ook wel, ja, er mag ook wel zo'n alien bij. Die vind ik ook leuk. Ik
Kijk ze gaan. Oh, kijk wat een blije kop. Ik zie zo zijn kleine spille beentjes eronder uitkomen. Ik weet niet of jullie het wisten, maar ik haat mensen in pak. Wow, wat loop jij zielig? Gaat het wel goed met jou? Misschien moet ik een ander kleurtje geven. Hey, ga je nou op de bank zitten? Ik betaal je niet om op de bank te gaan zitten. Oké, tijd voor nog een achtbaan. En is onze familie Pinda al gearriveerd? Ik zie ze hier niet op de lijst. Dat is wel jammer. Hoe gaat het met onze financiën? Nou, we komen net weer uit een dip, maar het gaat niet echt heel lekker. Kijk, ik denk ook niet dat als ik een attractiepark zou starten, dat je mij de leiding moet geven over de financiën. Ik ben toch bang dat dat niet helemaal goed komt. We hebben meer attracties nodig. Een junior coaster. Misschien wil ik wel zo'n hele schattige kleine junior coaster maken. Zo, en dan gaan we een beetje omhoog. Chip, chip, chip. Zou dit te eng zijn voor kinderen nu al? Nee, vast niet. Bochie. Ja, dit is wel een achtbaan die gewoon kinderproof is, toch? Dit is echt een hele saaie rotachtbaan. Maar ik zweer het je, ik weet nu al, die kinderen gaan hier dol op zijn. Want kinderen hebben gewoon niet zo'n hele hoge standaard. Mark my words. Dit wordt helemaal top. Ik hoop dat het helemaal top wordt en dat ik hier niet zit te bluffen. Maar ik heb zo het idee dat deze achtbaan een succes zou kunnen worden. Maar we moeten hem nog wel even een leuk kleurtje geven, want ik vind dit een beetje treurig. Tadaa! Zullen we eens erin gaan zitten om te kijken hoe saai deze achtbaan daadwerkelijk is? Oh, oh, we gaan omhoog. Oh, wee. Oh, nou ja, voor een kind. Voor een kind is dit best spannend, denk ik. Yay! Het is echt een hele saaie achtbaan. Hey, we hebben een nieuwe attractie. Coasterball. Zal ik hiervan gewoon eens eventjes zo'n kant-en-klare nemen? Zodat ik kan zien hoe deze een beetje bedoeld is. Oh, wow, helemaal verticaal. Laat me even weten in de comments. Als je naar een attractiepark gaat, ga je dan in achtbanen? Of denk je, no way amigo, ik ga wel gewoon heel veilig in de botsauto's? Of denk je, nee, ik ben alleen maar de hele dag popcorn aan het eten? Of het spookhuis? Of wat vind je leuk? Wat is je favoriete onderdeel van een attractiepark? Ik ben best wel heel erg fan van attracties waar gewoon heel veel te zien is. Dus bijvoorbeeld de Droomvlucht in de Efteling. Of Pirates of the Caribbean in Disneyland. Omdat het gewoon allemaal heel erg mooi is. Hele mooie sets. Maar ik hou ook wel van het schommelschip. Dat vind ik ook wel heel chill. Echt, dit soort achtbanen, ja. Ik ben toch bang dat ik daar, dat ik daar niet in ga. Gewoon puur om het feit, ik ben toch gewoon te bang om te sterven. Ik ben altijd gewoon, ik heb het gevoel dat ik dan precies diegene word die in zo'n defecte achtbaan gaat zitten. Ik weet het gewoon zeker. Laten we deze dan eens even testen. Wow, dit is al gelijk een stuk spannender. Dit is vet. Wow, wat cool ontworpen zeg. Je gaat helemaal zo. Oh, dat was hem al. Hij is heel kort. Wow, zo cool. Nou, we gooien hem open. Kijken of hij een beetje in trek is. En dan gaan we ondertussen, wil ik even kijken. Oh, I told you. Kijk nou hoeveel mensen in de rij voor zijn. Ach, man. Kan ik niet een extra karretje erin doen? Want... Oh nee, oh shit, ik heb hem dichtgegooid. Nu moet iedereen uit de rij. Hey, ik kan toch gewoon een extra karretje? Ja, precies. Nu mag hij weer open. Jongens, kom maar terug. Kom terug in die rij. Dit is ook zo'n spel waar je heel gemeen kan zijn. Want ik bedoel, bij de Sims kan je sadistisch zijn. Maar dit is ook wel iets waar je gewoon een beetje kan pesten hier en daar. Hier loopt bijvoorbeeld een kind met een ballon. Dit is, hoe heet ze? Moti. Moti heeft een hele mooie ballon, maar als ik dit doe... Wat? Oh nee, oh ze moet huilen. Oh, dat was wel heel snel voorbij. Maar ik kan dus diezelfde Moti, kan ik dus ook hier vastpakken. Kijk, oh, ik heb er vast met een mega pincet. En dan kan ik er neergooien op plekken waarvan ik denk dat het grappig is. Nou, ik kan er toevallig niet in de fontein gooien. Als ik water zou hebben hier in het park, dan zou ik er wel in het water kunnen gooien. En ik kan je alvast vertellen, de mensen in deze attractieparken... kunnen niet zwemmen. Je kan ook achtbanen bouwen en ze dan expres niet afmaken. Dus bijvoorbeeld op een plek waar die heel veel gas geeft. Precies openlaten zodat het karretje gaat crashen. Misschien wil ik dat voor de grap wel even uitproberen. Er hoeven niet per se mensen in te zitten, maar ik wil het wel gewoon even zien. Oh nee, mijn geld is op. Precies als ik dit wil doen is mijn geld op. Janitor 2 is thinking about quitting. Sorry. Oh nee, waarom ben je zo... Oh, waarom ben je zo zielig? Ik geef je gewoon wat meer geld. Niet tegen je collega's zeggen. Kijk, hij is gelijk blij. Oh. Maar dan ga ik gewoon deze even dichtgooien. Want er staat toch niemand voor in de rij. Dan ga ik gewoon even voor de leuk hier even één onderdeeltje weghalen. Want dan gaat hetzelfde effect bereikt worden. Kijken wat er gebeurt. Kijk, ze gaan gezellig omhoog. Zou die niet genoeg gas geven? Wacht, zou dit wel werken? Oh, het werkt. Oh, shit. Oh, shit. Oh, nee. Oh nee, oh nee, oh nee, ze zijn helemaal ontploft.
Oh, ja, dit is natuurlijk geen goede promo voor mijn park. Maar het is wel leuk. Hier hadden dus ook mensen in kunnen zitten. Maar ik zit vandaag... Ik zit niet zo in een sadistische bui. Dus we gaan het niet doen vandaag. Mijn haaien entertainer loopt hier ook echt zo verdwaald rond. Wat doet hij? Gaat het goed met jou? Ja, hij is wel aan het huppelen. Gaat het met hem wel goed? Oh, kijk, hij is blij. Misschien kunnen we wel... Een minigolfbaan. Natuurlijk. Weet je dat ik dat nog nooit heb gedaan volgens mij? Ik wil echt graag een keer minigolfen. En dit is dus heel leuk. Dan heb je dus allemaal van dit soort dingen. En dan kan je dus allemaal bepaalde holes gaan neerzetten. Zo schattig. Oké. Okay. Ja, dit is top. Hier wil je toch minigolfen? Of niet soms? Ik wel. Kijk, en dan kunnen we ook hier kunnen we weer van die hele leuke dingetjes zo in het midden zetten. Bijvoorbeeld een fonteintje en een gigantische zuurstok. Een wesp, iedereen's favoriete dier in het groot. En onze minigolfbaan is geopend. Kijk, we hebben gelijk klanten. We hebben 2 awards gewonnen. Het schoonste park en het veiligste park. Nou, die hebben denk ik niet die achtbaancrash van net gezien. Maar er zaten geen mensen in, hè? Dus het kan gewoon gebeuren. Het kan altijd gewoon gebeuren. Kom op, babe. Ik ga even zitten kijken hoe zij die golfballen in dat gat gooien. What? Yes. Lekker grap. Ik wil nog even dat jullie nog even een keer kijken naar deze overvolle rijen voor de junior coaster. Blijkbaar houden de mensen van, zeg maar, in dit universum van Rollercoaster Tycoon van hele saaie achtbanen. Want kijk nou, wie wil hier nou in zitten? Dit is echt... En het duurt ook nog eens een minuut. Hey, zou dat gezinnetje wat ik had gemaakt al in het park zijn? Eentje had ik Jaap genoemd. Hey, Jaap. Hè? Ze zijn er. Ik heb mijn Jaap gevonden van het gezinnetje wat ik net gemaakt heb. Hey, hij heeft een camcorder bij zich. En hij is ook nog eens heel positief. Hij zegt, goeie entertainer. Het park is zeer schoon. Dankjewel, ik doe er mijn best voor. We willen geen kotsexplosies op ons pad. En hij staat in de rij voor deze mega achtbaan. Ja, tuurlijk. Hij heeft honger en dorst. Oké, misschien ga ik dan nog even een paar van die steentjes hier plaatsen. Kijk. Kom Jaap, eet maar een hamburger. Vlak nadat je uit deze achtbaan komt. Dus dan heb je er vast heel veel zin in. In ieder geval denk ik dat we best een goede kant op gaan met dit hotse krokantje park. Maar als je meer wil zien, laat het me dan weten. Want dan ga ik gewoon verder spelen. En dan laten we misschien nog wel meer achtbanen crashen. Of winnen we nog meer awards voor het veiligste park. Die twee dingen horen niet samen in een categorie, maar blijkbaar toch wel in dit spel. Ik ga hem opslaan onder hot krokantje. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer op Speelkwartier. Ik upload op dit moment op dinsdag en zaterdag. Je kan abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Ik heb dus ook een ander kanaal. Dat vind je in de beschrijving of in de button hier. Ja, dankjewel. En tot de volgende. Bye!